We hebben echt een bergenparadijs gevonden. Nee, ik raak er niet! Ah, oh, die takken er weer uit! Hey, hoi. Goedemorgen, wij zijn wakker. Zeg eens goedemorgen. Good morning. Hey. En het heeft weer keiveel gesneeuwd. Het is precies skivakantie. Maar kijk. Fresh snow. Dan kun je zo sneeuw pakken. En zijn nu gezegd. Nee. Plakt dat sneeuw? Nee, dat plakt niet. Het is poeder, niet. Hè. Poedersneeuw. Ah, dat is koud. Altijd als ik zo met mijn mama vroeger naar de koude uitging. Tegen dat. Zat er zo ijs langs de kant van die vriesbak en dan schatte ik dat altijd weg. Ben ik de enige die dat doet? Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Alright, we gaan nu onze tanden poetsen en dan gaan wij een beetje sporten. Dus dan gaan jullie straks. Waarom neemt jij mijn vlog over? Ja, omdat jij niet wilt vloggen. Hier, pak de camera. Hè. Alright iedereen, ik heb een grappig verhaal om te vertellen. Kom eens mee. Oei. We hebben zo een lavabootje, een klein lavabootje. En altijd als we onze tanden poetsen, dan is er zo nog wat tandpasta langs de zijkanten. Mm-hmm. Maar gelukkig hebben wij zo een groen washandje, waar we maken dat wat nat, hè. En dan wrijven we mooi die plekjes weg in de lavabo, ja. En weet je wat, dat is 2 dagen geleden dat dit was? Die was met haar ranzig washandje, ze haar gezicht aan het wassen. En zei zo... Hé, hey, maar dat stinkt hier, kei. Dus hij heeft letterlijk met al ons tandpasta spuk aan je gezicht gewassen. Dat is echt erg. Rip, Steen. F's in de chat. Uitslag de volgende dag. Altijd luisteren naar. Let mij, alsjeblieft. Okay. Hallo, we zijn nu boven. Wij gaan sporten, want we hebben besloten om dus een beetje gezonder te leven. Wij gaan ook alles bijhouden. En opschrijven ons gewicht en zo. En hoeveel dat we willen wegen tegen de zomer. En dan gaan we daar samen aan werken. Dat is het voordeel dat Steen en ik zo elkaar hebben om elkaar te motiveren. Wij nemen jullie ook mee in onze journey. Spannend, hè? Maar wij hebben al veel zo geprobeerd en al. Maar we geven op. Ja, eigenlijk wel. Allee, maar het is niet dat we niet al blij zijn met hoe dat we waren. We willen gewoon fietser zijn. Ja, dus het is gewoon echt puur als hobby eigenlijk. Ja. Want we voelen ons wel goed in ons vel hoor, dus daar niet van. We vinden het belangrijk om toch gezonder te leven. Voilà. Dus als jullie ook willen meedoen, laat zeker weten. En dan gaan we samen voor een gezondere levensstijl, hè. Yes. Maar ik wil wel nog croque-monsieur eten met mayonaise. Dat mag als je veel hebt gespot. En ik wil ook veel McDonald's. Where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they dead. All my raps were the facts that they sat with the bars. Hey, ik ben gedoucht zoals je ziet. Ik ben naar buiten aan het kijken. Met een kei schattige kattenvoetsporen. In de sneeuw daar. Simon zit nu nog in de douche en ik heb ondertussen de tafel gezet. En ik ben nog broodjes aan het afbakken. En we gaan dus even iets eten en dan gaan we naar de sneeuw. En gaan we proberen een slee te zoeken. En dan gaan we sleeën. En we gaan echt grote bergen zoeken om af te sleeën. Spannend. Kijk, ik heb hier een hard broodje van gisteren. Kijk hoe hard dat is, hè. Gooi dan naar mij. Pas. We mogen niet met eten spelen. Ja, ah, als er één iets is wat ze niet kan, is het vaatwassen inladen. Dat is toch waar? Dan zit er vuil, ze weet wel, een glas omgekeerd wat er allemaal water in zit. En al. Kan dat? De volgende keer dat gebeurt, mocht je dat glas atten met afwaswater. Heb je al make-up aan gedaan? Mm-hmm. Ja, zou niet zijn. Mopje. Hey! Oké, we zijn helemaal goed ingepakt, want we gaan een wandeling maken. We gaan naar mijn huis en daar gaan we zien of ik een slee heb. En dan gaan we sleeën. We moeten eerst nog een berg zoeken ook en al, hè? Maar ja, dat is een kleine tijd. Maar het is -7 of zo buiten.
It's crazy. Dus we gaan echt heel veel kopen. Ik heb 3 paar sokken aan. Ik heb 4 paar t-shirts aan. Komt goed. Ik zit op de slee. Zo. Hoi. Simon trekt mij. Goed bezig. Wow! Oh my god! Dat is echt wat er. We hebben echt een bergenparadijs gevonden. Maar het ding is, eigenlijk mag je hier niet komen. Maar daar zijn nu toch, omdat er normaal golfballetjes kunnen rondvliegen. Ja, maar nu zijn er toch geen mensen, dus denk ik dat het geen probleem kan zijn. Kijk, we zijn hier al een beetje in bergen. Nou, wat joh. Allee, heuvels, hè. En daar, daar bij die brug, daar vanachter, is echt een megaberg. Ja, stel je voor, hier af en dan, woep, in het water. Oké. We gaan nu van deze berg proberen af te gaan. Hij is niet zo steil, maar wel goed als opwarmer. Dus let's go. Sorry voor mijn rare houding. Let's go. Waar is die camera? Oh, bijna op de camera. Oké, maar we moeten echt een steilere berg hebben. Dat is hier zo mooi. En daar is de berg. Oh my god. Oké, op camera lijkt dat niet hoog, want deze is echt ziek hoog en ziek steil. Dat is gewoon te steil, je kunt daar niet eens op zitten. Ja? Oh, ik ga het wel vallen. Alles voor de vlog. Nee, yeah, let's go. Nee. Doen. 3. En mijn voeten dan. Op dat ding als je daar juist heet. 3, 2, 1. Dat is bijna tegen die statief. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. Moet ik van hoger proberen? Ja, oké, okay, probeer van hoger. We gaan nu met 2 proberen, maar nog niet van het hoogste. Met 2 best. Maar met 2, dat wordt echt eng. Totaal niet. Ik zie niks. Nee, papa! Deftig zitten, want je valt al gewoon. Oké, Simon gaat nu voor het hoogste proberen. Oh! Oh! Wow! Was dat leuk? Stel maar naar boven. Durf ik dat? Ja. Oh my god. Ga je van boven? Wow! Dit is echt hoog. Oké, ik ga nu proberen, gaan we aan de berg. Het is echt hoog, ik zweer het. Oh my god, het is zo hoog. Oké. Ah! Wow! Dat gaat echt snel. Ga met de poepjes. We hebben ook nog zo'n slee, dus we gaan die eens proberen. Dit is zo gevaarlijk en zo glad. Nee, ik raak er niet! Hier de voetjes. Oké, we zijn op de brug. Wat de hel. Ga jij eerst? Oei, heeft dat pijn? Oei, oei. Ik ga dat eens proberen. Doen. Gewoon doen? Maar pas op, zorg dat je benen je niet blokkeren, want dan kun je eraf vliegen. Je moet omhoog houden, hè? Ja. Ik ga, hè? Ja, oké, ik kan het. Oh my god! Nee, ik ook daar. Woe! Mijn poep! Al die takken in mijn reet!
gaan hier weg. Het is echt dangerous. Yo! Ik ben terug. Ik heb online dansles gegeven. We hebben gegeten. En het is nu iets van 9 uur al 's avonds. Maar Simon en ik hebben nog wel even zin om te ontspannen. Dus we gaan in de jacuzzi. En wat kei nice is, is dat er ook een tv staat bij de jacuzzi. Dus we gaan gewoon Breaking Bad kijken. Dus onze serie dat we aan het kijken zijn in de jacuzzi. Dat wordt kei tof. We nemen jullie even mee. Maar ik weet niet of we echt veel kunnen filmen. Want mijn camera gaat denk ik niet zo goed tegen al die damp kunnen. Maar we zien wel. Dag Woezie. Zeg eens hallo tegen de vlog. Oh, Woezie. Oké, ik heb jullie dat eigenlijk nog nooit getoond. Maar we hebben dus een soort van wellness. Mijn papa heeft dat helemaal dat zelf gemaakt. Supercool. Hier is een klok. En daar staat op Edloens Spa. Dat is echt ook nice. Want die deugt ze vanuit die sneeuw. Oh ja. Van mijn net. En dan niet zo lekker warm. Ik was de hele tijd bevroren. Dan had ik zo dansjes gegeven, had ik het even warm. En daarna dus terug bevroren. Ah, vanmorgen had ik ook al een vijf. Ja, was leuk. Oké, we gaan nu een serie kijken. Bye. Hey iedereen, we hebben ons klaargemaakt. Simon heeft een mooie natte plek op zijn trui, want zijn haar is nat. Maar we gaan dus nu gaan slapen. Ja. Dus hierbij gaan we de vlog afsluiten. We vonden het alvast een superleuke dag. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke vlog. Hou zeker mijn kanaal in de gaten voor meer random vlogs. Abonneer op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog. En we zien jullie terug bij de volgende video. Bye bye. Het was weer een superleuk levenslesje van Simon. Soms moet je gewoon dingen doen op de gok. Dank je wel. Quote van de dag. Zet niet op mijn puistencrème. Bye bye. Bye.